Hallo en welkom bij Pols Model 2 Stuff. Laatst had ik een paar wagons op de baan staan. Ik heb gezegd dat het 4A-wagons waren, maar niet helemaal correct. Deze is een onderdeel van die set. Het is een NS High Speed stuurstandrijtuig die ik heb laten zien eerder, waarbij ik de decoder in heb gebouwd. Deze stond op de baan. En dit zijn geen 4A rijtuigen, maar ook NS High Speed rijtuigen. Het verschil is, in het echt hebben de 4A rijtuigen nooit met een stuurstand gereden, de High Speed rijtuigen wel. En dit zijn twee High Speed rijtuigen. Hier staat dus geen High Speed op de zijkant. Daar hoort eigenlijk een knalrode locomotief bij zonder 4A op de zijkant, maar helaas. De locomotief die ik heb, heeft weer wel 4A op de zijkant. Deze rijtuigen zijn NS ICR rijtuigen, Intercity rijtuigen. En ze zijn gebouwd in de jaren 70 en jaren 80. En dit model... is moeilijk te zien, maar zelfs de stangen waar je aan vasthoudt bij de deuren als ze open gaan, zijn te zien aan beide kanten. Een ongelooflijke hoeveelheid detail. De glazen tussenplaten, alles zit erop en eraan. Ik ga hem niet openmaken, want ik wil hier ook geen verlichting in gaan bouwen. Nu wat overigens wel schijnt te kunnen, niet zo heel moeilijk is. De anderen hier net een iets andere kleur. Het lastige ook van deze op de baan zetten is om ze in de goede volgorde te krijgen en om ze allemaal te krijgen. Inmiddels heeft LS Models 4A rijtuigen aangekondigd. En deze 4A rijtuigen zijn dus degene met 4A hiervoorop zonder stuurstand. En NS High Speed hebben ze nog niet aangekondigd. Wellicht dat deze nog komen. En dit is dus de oude lichting van deze. Nou, hier zo zit ook de klep om over te lopen naar de volgende cabine. De deuren, de handgrepen zitten erop met een mooi kleurtje. De ramen, de lak zit ontzettend strak op. 160 km per uur, want deze reden toen op de hoge snelheidslijn. Ze rijden nog steeds op de hoge snelheidslijn, alleen ze zijn nu weer terug in de NS kleurstelling van geel-blauw. Inmiddels... Zo, hier is erbij gekomen. Nog een doos. Zo, met een verkeerd papiertje erin. Dat leggen we even opzij. Handig zodat ik weet welke deksel bij welke trein hoort. En ook hier weer twee stuks rijtuigen. Zelfde detaillering. Net een iets ander patroon op de rijtuigen zelf. Dus wellicht dat deze twee nog uitwisselbaar zijn. Hier zie je duidelijk een andere rode patroon dan bij deze. Dit was het patroon ook wat op de... latere 4A Ansaldo Breda treinen zat. En die Ansaldo Breda, de Italiaanse rammeltrein die uit elkaar viel, heeft het niet lang volgehouden. Het zijn allemaal tweede klas. Eerste klas is een andere serie, daar ben ik nog naar op zoek. En ook, ja, hetzelfde niveau van detail. Ik vind dit werkelijk ongelooflijk hoe mooi. Trapjes hier zitten dus aan de rijtuigen, zodat als hij stilstaat voor het station, dat het precies uitlijnt. Maar als hij gaat rijden, dan kan het een beetje vreemd uitzien. En voor deze hetzelfde.
Fantastische print. Ontzettend mooi afgewerkt. Hier zo een toilet. Terwijl hier dat. Hier zit geen toilet. Dus allemaal kleine. Kleine details die anders zijn. Nou, je ziet hier wat aanslag. Ik heb wat vochtige handen. Dus dat is gewoon. Dat trekt vanzelf ergens wat vocht. Ik ga deze natuurlijk heel even op de baan zetten. Eens kijken wat ik ervoor ga zetten. Ik denk dat ik die rode Vira-lok eens pak. Die er niet voor hoort. Maar dat past er wel mooi bij. Eerst ga ik eventjes uitzoeken wat ook alweer de volgorde was van deze. Zo, van deze wagons. Dat is ook nog een heel ding. En oh ja, natuurlijk. Hier zit nog het onderdelenzakje. Waarbij alle losse dingetjes zitten. Nog steeds dichtgeniet. Ik denk dat deze ook met name weinig gereden en veel gestaan hebben. Het was natuurlijk niet de goede volgorde, maar wel per 2 in de goede volgorde. Dan missen nog onderdelen, rijtuigen. Het is allemaal tweede klas. Maar toch, ik hoop dat je het leuk vond om deze te zien. En graag tot een volgende keer.